Glenn, was het hopeloos vandaag? Nou ja, het was vandaag zeker omdat, omdat de scheids heel snel beslist om een penalty te geven en Timo rood. Dan weet je dat het lastig gaat krijgen tegen hun. Goede ploeg, stabiel. En vandaag was het gewoon in de duels de mannen tegen de jongens. En dat heb je gewoon op het hele veld gezien. Waar ligt dat aan? Nou ja, ik denk een stukje kwaliteit. En een stukje dat je heel snel met 10 man komt. En die combinatie was voor hun een voorbode om veel goals te maken. En het was al heel snel een gelopen zaak. Er was binnen een kwartier al 2-0 door persoonlijke fouten, zegt de trainer. Als dat nou niet was gebeurd, het is makkelijk natuurlijk om terug te kijken. Maar als dat niet was gebeurd, hadden jullie dan misschien wat meer tegenstand kunnen bieden? Nou, weet ik niet. Ook de eerste kwartier op zich was er niet heel veel aan de hand. Maar als je ziet hoeveel kwaliteit en hoeveel sterke spelers hun in het veld hadden staan. En duels wonnen, waar wij de duels niet wonnen. Ja, dat is altijd achteraf heel moeilijk om te zeggen of we het anders zouden kunnen doen. Ik denk dat op een gegeven moment dat we probeerden te voetballen. En dat hun op een gegeven moment wel iets meer naar achteren gingen voetballen. Alleen... vandaag was het kwalitatief, kon je gewoon zien dat hun een betere ploeg hadden dan ons. En die wedstrijd, of tenminste die tegenstanders, kom je in deze competitie ook tegen. En daar was er vandaag eentje van. En dat is vooral het grote verschil in doelpunten van jou, denk ik, het meest zure punt. Ja, natuurlijk is nooit leuk. En dat komt natuurlijk ook wel doordat je met 10 man komt te spelen. We probeerden vandaag iets anders te spelen dan normaal, omdat we wouden aanpassen aan Katwijk. Omdat hun natuurlijk met vijf verdedigers speelden, daar probeerden wij bouwstand tegenover te zetten samen met Rens. Alleen dat blijkt dan toch wel heel lastig in het hoofd te zijn om dan om te schakelen en om dan opties te creëren. En misschien was dat ook wel een gedeelte waardoor het vandaag niet helemaal uit de verf kwam. Zeker lastig om die mengeling tegen te houden. Nogmaals, kijk, weet je, je kan zeggen wat je wil. Het is natuurlijk een fantastische spits, maar... Ja, volgens mij heeft hij wel 3 doelpunten gemaakt omdat hij een duel won. En dat probeer ik al te zeggen. Het was vandaag echt mannen tegen de jongens. Als je ziet, volgens mij de eerste goal blokt hij. Tweede, volgens mij daar ergens blokte hij ook. Daar ergens in de hoek ging hij nog een keer met een lichaamschijnbeweging was hij weg. Of tenminste, dat mag niet gebeuren.